De kinderen van openbare basisschool Slingerbos in Diepeveen hebben vanochtend het vernieuwde schoolplein in gebruik genomen. De hele ochtend werden er verschillende spellen gespeeld volgens de beweegwijsmethodiek, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de schoolomgeving. Beweegwijs is een methodiek waarbij kinderen in de vrije spelsituatie tijdens pauzes ook georganiseerde spellen kunnen doen in allerlei gradaties. Dat kunnen competitieve spellen zijn, maar dat kunnen ook spelletjes zijn waar het niet gaat om winnen en verliezen. Het is eigenlijk meer een georganiseerde manier van buitenspelen met elkaar. En dat brengt ontzettend veel rust en balans voor de kinderen, maar ook veel activiteit. Nou, het is vandaag in het landelijk nieuws dat kinderen veel moeten bewegen. Nou, op Slingerbos bewegen ze minimaal 2,5 uur per dag. En vandaag hebben we een enorme spannende dag, want alle spellen die er met beweegwijs te doen zijn, zijn nu te zien op het plein en de kinderen zijn vol in beweging. En we zijn vooral erg trots dat we zo'n mooie omgeving rond de school hebben. Om een goede verbinding te houden en te krijgen tussen jonge en oudere leerlingen, zijn er junior coaches. Deze coaches bestaan uit kinderen die in groep 7 of 8 zitten. Ik ben junior coach van beweegwijs dag. Ja, ik moet de kinderen helpen en ze begeleiden over de groepjes, zo in de spelletjes. Wij vinden het belangrijk dat we aan tutoring doen. Dat betekent dat oudere kinderen, jongere kinderen helpen met hoe zit het in elkaar, wat gebeurt er vandaag, hoe ziet het spel in elkaar. Dat doen we ook binnen de school met lezen en andere vakken. Dat oudere kinderen, jongere kinderen op gang helpen, want dat vinden we heel belangrijk dat ze dat leren wat over te hebben voor een ander. Ik vind het heel leuk om de kinderen te helpen. En soms is het natuurlijk moeilijk als de kinderen pijn hebben of het niet lukken. En er zijn natuurlijk ook altijd kinderen die een beetje ruzie lopen te zoeken. Ook heel leuk om dan te helpen. Ja. En ik vind het wel leuk om te doen. En hoe gaat het met de spelletjes? Snappen de kinderen de spelletjes een beetje? Nou ja, soms snappen ze het niet helemaal, maar ik help ze wel weg en zeg wat ze moeten doen. Ze kunnen nog niet echt begrijpen wat ze mee moeten doen. Op OBS De Slingerbos werd altijd al bewust omgegaan met het in beweging krijgen van de kinderen. Maar door de beweegwijsmethodiek is er meer structuur en balans. En daarom zijn andere scholen uit de gemeente ook al op bezoek geweest om met eigen ogen het vernieuwde schoolplein te bekijken. En dan wordt er met lof gesproken over wat er hier te zien is, maar vooral wat er hier dan gebeurt tussen de kinderen. Ik vind het een heel leuk schoolplein en veel natuur en veel met bomen en zo. Ja, ik vind het leuk. Het is sowieso de bedoeling dat ze tijdens onze pauzes georganiseerd buiten kunnen spelen. Het is geen verplichting om aan bepaalde spellen mee te doen. Ze kunnen er wel bij aansluiten, want kinderen kunnen ook kiezen om natuurlijk te gaan spelen en dammetjes te bouwen en met water aan de gang te zijn. Maak je er ook veel gebruik van? Want ik heb begrepen van de directeur dat je heel veel moet sporten op school, bijna wel een uur per dag. Doe je dat ook? Nou, niet altijd. Meestal in de pauze zit ik meestal te kletsen. Ik zit niet echt heel erg te spelen eigenlijk. Maar je bent wel buiten? Ja, ik ben wel buiten. Even, beweeg je verder veel? Zit je op een sport? Of? Ja, ik zit op twee sporten. Ik hockey 2 keer in de week en ik eigenlijk 3 keer en ik dans 1 keer per week. Oh, dus jij hebt eigenlijk niet meer beweging nodig? Nee. Het belangrijkste doel van Beweegwijs is de sociale cohesie bevorderen en de kinderen in beweging krijgen. Maar daarnaast heeft de methodiek ook invloed op de schoolprestaties van de leerlingen. Als je lang in de schoolbanken moet zitten, het is al in het landelijk nieuws natuurlijk en het is al langer een item dat kinderen niet te lang moeten stilzitten. Dus ook binnen de groep doen we veel aan interactieve spelletjes om niet de hele dag maar op je stoel te moeten zitten. Maar die hele lijn die zetten we in de hele dag door. Dus ook in pauzes, maar ook binnen de groepen zijn we veel met beweging bezig, want het is nou eenmaal wetenschappelijk vastgesteld. Dat de leerprestaties verhoogt, maar ook het leergenot en het leerplezier. Hoe belangrijk vind jij bewegen en sporten? Nou, ik vind het wel belangrijk. Want ja, je moet natuurlijk wel gewoon fit zijn. En ja, ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Dus Dus eigenlijk zeg je tegen alle kinderen die niet bewegen, gewoon doen, want het is leuk. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Dus ja. Dit is gewoon mooi. We hebben meer dan 300 kinderen. En als je ziet hoe het spelgedrag bij kinderen dagelijks, hoe je daar tegenaan kijkt en hoe blij ze zijn, hoe vrolijk ze binnenkomen. Ja, daar doe je het voor, daar is de school voor. Ik gun ook andere scholen en andere kinderen dat ze zo'n mooie omgeving krijgen. En zo fijn met sport bezig kunnen zijn.